twee personen. Eén of twee personen? Eén nul. Eén verstopping. Hij komt eraan. Oh god. Oh god. Oh god. Meppa! Ik ben dood. Applausje voor Malik! Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is de... Is Ronald. Echt waar? Heet jij Ronald? Ja. Nou, dan zou ik volgens mij wel Marnix moeten heten als jij Ronald moet zijn. Niemand kent je. Als ik jou in het echt tegenkom, hè? Oeh, ik sla helemaal elkaar. Shots fired. Maar leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Skywars. Ik ben hier samen met de enige echte Marnix. Die had beloofd aan HGP om één keer per week minigame maandag te doen. En hij heeft het één keer volgehouden. Applausje. Er zit dus een reden achter natuurlijk. Ja, Marnix gaat binnenkort voor ons streamen. Ja. Misschien wel meer trouwens, hè? Ja. Wij gaan zo Skywars doen. Als wij verliezen, na vier keer eerst of tweede zijn geworden. Ja. Moet jij een trailer maken met je stem. Gewoon dan opnoemen zo. Een bash manier. Dus dan moet je ons beiden gaan bashen. Dus je mag hem alles wijs maken. Je mag alles zeggen wat ik ooit tegen je heb verteld. Niet te erg natuurlijk. Maar, dus hij gaat dan gewoon een geheim vertellen op een trailer manier. Een hele spannende manier. Ja. We gaan naar de eerste ronde van Skywars doen. Duimpje omhoog, halen we de 1500 likes later proberen, zeg ik. Go, 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 go! Ah! Oké, ben je er helemaal klaar voor? Ja. Oké, we gaan teamen, oké? Ik heb geen zin dat je... Want dat zou niet... Ik ben nog nooit in deze map geweest, dus deze map is ook helemaal nieuw voor mij. Het is helemaal nieuw voor mij, hoe vind je dat? Oh, jij hebt het nog nooit gedaan. Maar ik kan het wel gewoon. Gebruik je epische stem eens. Verzin eens een trailer. Ja, verzin eens een trailer. Dat gaat niet zo 1, 2, 3, joh. Dat is, dat is moeilijker dan je denkt, joh. Helemaal niet. Nee, maar een trailer. Ik kan zo. Twee jongens, één kanaal. Het Gameportaal. Of gewoon op de team ook. Een van die twee. Jij mag kijzen, oké? Oké, even kijken. Je had er moeite in, hè? Ik had er heel veel moeite. Ja? Moeite of moeite? Moeite. Moeite, enorm veel moeite. Ja, ik begrijp het. Ja, maar, er komt iemand naar je toe, ik red je! Oh, ik heb niet eens een wapen. Ik heb je gered, zo jongen. Oh god, oh, we zijn zo goed. We zijn zo goed. We zijn zo goed. Hé, hey, beste Marnix, we zijn zo goed. Ja, ik ga een bruggetje naar jou bouwen. Dat lijkt me een heel slim idee. Een bruggetje. Oké, leuk, gezellig. Sowieso dat je hem eraf gaat schieten. Nee, echt niet. Oké. Nee, ik kom blokken tekort. Akke? Oh, min. Dacht het niet. Iemand wilde teamen. Oh. Maar ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw niemand meer. Ik zou keihard geowned worden. Oh nee! I'm here to rescue. Wat heb jij hier allemaal? Oké. Oh, wat is deze? Ja, we worden aangevallen door hem. Oké. Ik heb snowballs. Oké, we kunnen... Oké, YOLO! Oh, nee! Oh, Jezus, Ronald. Ik zag je vallen, man. Waar ging het mis? Oké, deze ronde hebben we verloren. Maar je moet eerst of tweede worden. Er zijn nog 5 mensen over. En snowballs. Jij wordt de hele tijd geact. Get act, mate. Oh, I see what you did there. Yeah. Yes. Hurry. What did I do? Ik heb iets gevonden. Weg. Oh, hij komt eraan. Ik ga gewoon naar beneden. Twee personen. Eén of twee personen. Eén verstopping. Hij komt eraan. Oh god. Oh god. Meppa! Ik ben dood. Applausje voor Malik. Ik zit bij Jigglypuff of zo. Bij zo'n vogel. Een Bulbasaur. Jigglypuff. Kijk, wat heb ik allemaal? Oeh, ik heb een... Dit ziet er beter uit. Wauw. Dit maak je ook echt alleen maar hier met Ronald mee, hè? Ja, maar ook mijn niveau. Ja, dat ben ik sowieso al van je gewend. Hoezo? Wat slaat dat toch? Doe even normaal. Hallo, waarom zo boos? Dat was eigenlijk niet de bedoeling dat je dat wist, maar vooruit met geit. Iemand staat specifiek op mij te wachten om mij te killen. Dus, That sucks. Sucks to be me. Yeah, pretty much. Oh, hey, ik moet gewoon hakken, toch? Wat is hij nu aan het doen? Hij zit ook alleen maar echt op mij. Jij denkt, jij kan Minecraften. Het enige wat je kan is zuigen aan Marnix ballen. Ah! Je was trouwens best wel heel goed, man. Hele dis. Nailed it. Ben je gek? Je bent Ronald. Oh!
nee. die was lame. Racisme. Ja. Nu heb ik trouwens nog steeds geen zwaard, man. Oh, die kun je natuurlijk maken. Domme, nee, ik ga dood! Ik ga dood! Ah! Ja, god, ergens. Zoek Red maar. Diamond, heb je veel power? Ja, echt je. Waar? Ja, onverslaanbaar. Heb je geen enchantment table, jongens? Ik heb geen idee. Nee, jongen, ik leef nog. Wat denk jij? Oh, dan ben jij voor mij dit. Ik ben die echte man, hey. Dat weet je. Oh, zie hem gaan. Check hem gaan, jongen. Check hem gaan, die gekke boy. Waar dan? Daar. Oh, ja. Hé, je bruggetje. Oh, hij is al dood. Oké. Okay. Na. Oh, kut. Ga lachen. Au. Oké. Go, geef jezelf even een epische voice-over dan. Oké. Eén morgen. Oh, ze zijn aan het teamen. Oh, god. Run for your motherfucking life. Oh, wauw. Ik viel bijna naar beneden. Ja, hij komt eraan. Dit is mooi. Oh, hij is eentje eraf gevallen. Je kunt het! Je kunt het! Nee! Hij is sterker dan... Oh! Ja! Yes! Yes! Oh! Yes, ik heb het gedaan. Oké, maar nu moet ik voedsel hebben. Tot de grond. Schudden met je kont. Van links naar rechts. Oh, jongen, dat was iets. Dat was leuk. The world. Het is geen... Ik weet niet of dat... Ik wil je billen zien! Ik wil jou willen zien! Oké, nou, zeg het dan, hallo! Dat heb ik toch gezegd? Man, niet te wachten, nee! Oh, iemand voor je! Kijk, iemand voor je! Die kun je killen, ja! Oh, daar zitten geen blokjes tussen. Heel snel. Darusa! Dit is jouw moment. Dit is Darusaza. Wat, de Root Sandstorm? Nee! Kom! Hij dood? Ja! Ah, ik heb de top 2 gehaald. Klopt. Je bent tweede geworden. Applaus allemaal. Applaus voor Manik. Ik vind ook dat er een duimpje mag worden gedaan. Arne Vetter, nigga. Get back to the top. Stop. 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 Leave the game. Leave the game. Stop. I'm the only one Arne Vetter, nigga. Stop. Oh, daar, er zit iemand tussen ons. Oké, succes, daar gaan we. Oké, go. We're going to the beach. Ik ken de tekst. Oké, heb ik geen chest? Oh ja, ik heb wel een chest. En oh ja, tussen de parasol en zo, daar tussen de stok en de parasol zit ook nog iets. Mag je dan? Hallo. Niet pesten. Dat vind ik niet zo leuk. Oh, iemand is dood. Nailed it. Nee! Ondertussen bij Ronald thuis. Oh, dat is zo jammer. En hier hebben we 20 seconden op staan wachten! Ze moeten weer 20 seconden wachten! Eigenlijk wil ik wat zeggen tegen die jongen. Nou. Als ik jou in het echt tegenkom, dan heb ik je in elkaar! Oh god, we zijn ook echt een stilletje Mongolen bij elkaar. Ah, op mijn oog weer. Ik moest net van... Maar niks, moest ik. Oh nee. Ik moest van Banik, moest ik die pindas eten. En ik met mijn oog. Dit is zo vermakelijk. Maar het doet wel heel erg pijn. Get back to the chopper. Get back to the room. Please come again. Thank you. Please come again. Thank you. Please come again. Thank you. Ik weet eigenlijk niet. Thank you. Please come again. Maar dat is heel lame. Dat klinkt gewoon niet. Zo, ik heb iemand gekillt. Oh, get on the floor if you got that booty. Hallo, ga je nog dood? Ik ben je echt levenslang aan het slaan, maar je gaat niet dood. Ah, hij is naar beneden gevallen. Wat? GG. Oké, ik was even in een serieuze... Oh, kut, mijn arrows zijn op. Nee, hij wel een bow. Nee. Hey, ben jij dat nou, die waar ik op aan schieten ben? Oh, oké. Okay. Thank you, come again. Please come again. Please come again. Ja, iemand wil ook teamen met mij, maar ik ren gewoon voor iedereen weg. Maar ik vertrouw hem weer niet, en dat is weer het probleem. Je kent het probleem wel. Je denkt dat iemand te vertrouwen is. Dat klinkt als een reclamespotje. Ken jij dat probleem? Dat je iemand niet vertrouwt, maar het uiteindelijk wel doet. Koop daarop nu het waarom zo boos je. Boos? Waarom zo oranje? Waarom zo gesproet? Die mensen in de chat gaan wouwens. Hey, er wordt hij wil dat ik kom, maar ik vertrouw hem niet. Maar ik kom dat zei je moeder ook.
wil dat je komt. Maar ik vertrouw je niet. Oh, nee! Je... Vies of nee! Nee! Fuck you! Oké, fuck it. Nail de tering op. Haha, sucks. Nou, bedankt voor het kijken. Ronald is weg. Laat een duimpje achter en tot de volgende keer. Zo. Kut, hè? Yep. Ik heb diamond armor, bro. Ben ik klaar? Ga je ervoor, Marik? Ik ben X-Space aan het... ja, ik denk het wel. Ik heb een zwaard. Yes. Yeah. Ik ben nooit zo blij geweest met een zwaard. Ben je nooit zo blij geweest met een zwaard? Nee, ik zoek iemand naar je toe. Ik vertrouw je, man. Ik vertrouw je. Nee! Beter, oh, get wrecked. Oké, zullen we nog 2 rondes doen? Ja, we doen nog 2. Oké. Slash lief. Maar niks. Ja. Als ik jou in het echt tegenkom... Mhm. Dan ram ik je in elkaar! Nee! Maar ook echt alle mensen zijn ook Nederlands, hè? Ja, terwijl het een Engelse server is, right? Ja, het komt omdat heel veel Nederlandse mensen dit doen. Wat doe ik nou? Oeh, ik heb 2 zwaarden en een bow. Nice, man. Vind ik leuk. Vind je het leuk? No. Ik kom jou in het echt tegen. Oh, wauw. Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Er was een jongetje. Die Rutger, Zerodot, die ook altijd meedoet met mijn Gmod. Die had iemand verbannen op de DDG-server. En die was dus helemaal mad. Zerodok. Die was dus helemaal boos op Rutger. Kom jij deze kant op? Ja, als je even rustig bent. Ja, maar ik vertrouw die dude hier niet weer. Oh, shit! Ben je gekild? Ja, weet je hoeveel? Echt 1 shot, waren 5 hartjes weg. Is dit Call of Duty of zo? Oh, hij is mijn team. Oké, chill. Ik team met hem. Ja, noem. Oh, nee! Oh, nee! Hij nakt mij! Wat? Wat? Waarom? Als ik met jou opneem, gaat het zo slecht. Waarom... Nee. Hey, ik ben wel tweede geheim. Jij niet. Oké, maar jongen, we laten het hierbij. Maar het betekent wel dat Marius in een coole trailer voice een geheimpje moet vertellen van Gijs, toch? Ja, of van jou. Wat zullen we eens doen? Nou, doe maar leuk. In een wereld waar Ronald elke nacht nog in zijn luier slaapt, die Lotte elke avond moet verschonen. En verder dan dat weet ik eigenlijk even niet. Lijkt me leuk geheim, jij niet? Je kon het veel spannender maken, hè? Vertel. Nou, doe maar spannender. Verdwaald in een bos. Nee, dat is geen geheimje vertellen. Oh. Dat is van Lord of the Rings. Ja, die Lord of the Rings. Verdwaald. Verdwaald in zijn eigen bos. Ja, niemand. Maar hoe moet je dat episch vertellen? Dat kun je niet episch vertellen. Tuurlijk wel. Hoe dan? Weet niet. Het kan wel, maar ik weet niet hoe. Je kunt het zeggen. Er was een jongen, genaamd Mannix. Mannix heeft een probleem. Zijn probleem is een seksuele fetish met de 38-jarige. Wat? Je kunt het toch beter zo zeggen? Oh, oké, dan doe ik dat ook gewoon een fetish. Okay. Een seksfetish met 38 jaar. Die hou ik in. Okay. Er was dus een jongen genaamd Ronald Fledder. En Ronald heeft een paar hele rare gewoontes. Ronald heeft namelijk een seksfetish met een vrouw van 38, genaamd Wilma. Dat vind ik een mooie. Wat een complot, Wilma. Wilma. Weet ik dat niet. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk op het Gameportaal. Volg ons op Twitter. Marnix Wes. Ja, Marnix en dan G-U-E-Z, want mensen vergissen zich daar. Waarom zeg jij dit niet? Nee. Just Ronald met dubbel T, dat moet jij dan zeggen. Dan moet je zo'n... dan op zo'n 0909 belmenu kist, oké? En Just Ronald. Wat? En volg me ook op Twitter, Just Ronald. Just Ronald, schrijf je met dubbel D. Wou je dat horen? Oké, mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.